Wat doe jij op zo'n rustdag? Ja, dat zegt het eigenlijk al een beetje uitrust. Ik ben vandaag wezen liggen en een beetje gezwommen. Wezen liggen? Ja. Eventjes niet trainen, even niet met voetbal bezig zijn, maar gewoon lekker ontspannen. Het was een beetje een speelpark. Zoiets leuk? Is de speler daaraan toe? Ja, ik denk van wel. Vooral als je heel veel de focus hebt gelegd op trainingen en wedstrijden. Ik ben daar heel kort geweest, maar ik was daar ook heel snel weer weg. Want? Nou, het was een beetje druk daar. Het was volgens mij vandaag een feestdag. We hebben een rustiger plekje opgezocht. Hoe is het met jou eigenlijk? Want die lichte hersenschudding, is die wel zo ongeveer voorbij? Ik heb eergisteren ook nog een beetje getraind. Gisteren? Nee, ik heb gisteren getraind en ik mocht nog niet de partijen in, maar het gaat wel goed. Koppen en dat soort dingen, mag dat al? Nee, dat nog niet. Nee. Wanneer mag je zoiets wel? Wat voor termijn staat daarvoor? Ja, dat weet ik nog niet wanneer ik dat mag. Ik ben nu in een stappenplan en de fysio's weten dat en die gaan met mij aan de slag. Maar koppen heb ik nog niet gedaan. Maar betekent dat ook dan dat die Mexico-wedstrijd voor jou gewoon veel te vroeg komt? Dat weet ik niet. Ik voel me nou gewoon beter en ik hoop dat ik de wedstrijd van Mexico haal. Waar komt zo'n rustdag dan vandaan? Komt die bij de spelers vandaan of bij de coach? Nou, ik denk dat dat een wisselwerking is. Ik denk dat uiteindelijk de coach, en we hebben daar ook mensen achter de coach die bepalen de intensiteit en hoe we gaan trainen en hoe vaak we gaan trainen. En dat gaat in samenspraak met de spelers natuurlijk. En ik denk ook misschien ook een klein schrikmomentje dat dan ook ver geblesseerd raakt een dag na die wedstrijd. Maar sowieso, je hebt een extra dag nu tussen de wedstrijden. Dus ik denk dat deze dag perfect was om even helemaal niks te doen.